En dan wacht je even. En dan wacht je eventjes een paar seconden. Yo, mijn naam is Tom en tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Er is zojuist wat fout gegaan, waardoor mijn opnameprogramma mijn microfoon niet heeft opgenomen. Dus ik heb nu al wat dingen gedaan, want ik zal het weer even laten zien. Hier zat dus mijn oude soort van huis en ik zei dat ik al wou gaan wonen in het dungeon. En wat ik dus nu ook heb gedaan, is al mijn spullen hierheen verhuisd. En ja, hier in feite woon ik nu. En wat jullie dus nu eigenlijk gemist hebben is hoe ik de Arcane Workbench maak en hoe ik de Tomonimo. That you had you. Wat? Tomonomicon heb gemaakt, dus een boek van Minecraft. Om jullie toch te laten zien hoe dat moet, ga ik dat gewoon even opnieuw doen. Dus het is niet heel moeilijk. De vorige keer hebben we eigenlijk Towncraft hebben getriggerd. Dus eerst hebben we een kristal gemined en daarna zijn we gaan slapen, waardoor we eigenlijk zogenaamd een droom hebben gehad. En die droom krijgt dan weer een boek genaamd Sweet Dreams. Kijk, dit boek, of Strange Dreams. En in dat boek werd verteld dat je iets moest maken. En dat gaan we eerst doen. Er werd van je gevraagd dat je, even kijken, dat je wat maakt met, je moest die stof maken waar je over had gedroomd. En dat moest je maken met flint, redstone en een bol. En drie verschillende kristallen. Dus dat ga ik even voor jullie doen. En mijn kristallen heb ik in de Arcane Workbench gedaan. Dat vertel ik dadelijk ook nog wel eventjes. Ja, wat we nu dus gaan doen. Dus op de eerste rij zetten we drie verschillende soorten kristallen. Daaronder zetten we in het midden een bol. En dan zet je links of rechts redstone, maakt niet uit hoe precies. En dan heb je Salus Mundus. En dat is waar je dus over hebt gedroomd. En wat je nu hierna gaat doen, is eigenlijk een boekenkast maken. En een boekenkast, dat weten jullie vast wel hoe je dat maakt. Daar heb je ladder voor nodig. Dus ik ga eventjes wat koeien killen voor de ladder. Die staan hier toevallig. Heel toevallig. Zo, dan gaan we nu even de boekenkast maken. Want ik heb genoeg sugarcane gevonden en genoeg leer gevonden. Maken we hier drie boeken. Oh, ik heb er maar één gemaakt. Zo, dan maken we er nu drie. Dan pak je wat hout. En ik zie dat ik net niet genoeg heb. Hey, dat is even knutten. Nou, dan ben ik zo bij jullie terug, jongens. Zo, I'm back at it again. En ik heb nu genoeg hout, zoals je ziet. Dus dan doen we even hap, 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 bam. Doe deze shit. En dan doen we de drie boeken hier in het midden. En dan heb je een boekshelf. En wat je nu gaat doen is, je plaatst gewoon een boekshelf neer. Dan pak je de Salus Mundus. En dan klik je met je rechtermuisknop op de boekenkast. En dan wacht je even. En dan krijg je dus het boek van Towncraft. En dat met die torch, dat ik per ongeluk, dat hoef je niet te doen. En in het boek staan dus de first steps. En wat je als eerste leert, is eigenlijk het maken van de Arcane Workbench. En die heb ik boven staan. Dan klik je gewoon hier uiteindelijk op. Dit zien jullie nog niet. Je ziet alleen dit. En dan klik je gewoon op. En dan staat hier een Arcane Workbench. En hoe je die maakt, dat ga ik jullie nu even laten zien. Dat is enorm makkelijk eigenlijk. Eigenlijk ga je nog een keer Salus Mundus maken. Dus die roze stof of wat het is. Pak je weer drie verschillende kristals. Je plaatst die drie kristallen weer in de crafting bench. Of de workbench. En dan doe je weer hetzelfde wat we net hebben gedaan. En dan heb je weer Salus Mundus gemaakt. En wat je nu gaat doen in feite is, je pakt die Salus Mundus. En je zet even ergens een workbench neer. En dan doe je met je rechter muisknop klikken op de workbench. En dan wacht je eventjes een paar seconden. En dan heb je de Arcane Workbench. Op dit punt was ik net ook, maar toen net was ik al in een mine. Want ik heb meer spullen nodig. En ik zal jullie laten zien waarom. Want de volgende stap is het maken van een thermometer. En daarvoor heb je dit nodig. 4 gold en 1 glass pane. En dus daarom was ik in een mine om het gold te maken. En trouwens, wat je nog meer nodig hebt is, van alle 6 verschillende kristallen heb je minimaal 1 kristal nodig. Dus die moet ik even gaan zien te vinden en zien te minen. Maar dat komt wel even goed. Dat ga ik in tussentijd even doen. Dus ja, guys. We gaan nu weer naar mijn oude huis. En dan gaan we even weer de mine in. Want bij mijn oude huis was een mine. Dan gaan we op zoek naar de kristallen. En op zoek naar het goud. Zo, let's go to the mine. Hier beneden zijn wat caves als het goed is. Dus die gaan we eventjes opzoeken. Op zoek naar gold. Maar ja, het wordt wel weer gevaarlijk met al die mobs en zo. Man. Oh nee, het begint alweer goed. Oh nee, nee, alsjeblieft. Of niet? Fucking hacks. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Let's go find some gold, bruh. Oeh, kijk. Deze heb ik sowieso ook nodig. Lekker, lekkere crystals.
Ik hoor allemaal beestjes die ik niet interessant vind. Oeh, nog meer blauwe crystals. Give me. Oeh, daar beneden is een rode. Die gaan we gewoon even halen. We gaan gewoon naar beneden. Ik wil gewoon wat gold. Meer vraag ik niet. Ik ga gewoon hier dieper de grot in. Dan hoop ik gewoon dat ik gold vind. Poeh, en we hebben weer mooie kristallen gevonden. Ik ben heet dit de naam kwijt. Nice, very nice. Maar we moeten 6 soorten kristallen hebben, dus dat duurt nog wel even. Dit zijn de zwarte, die hadden we ook nog niet. Oeh, en daarachter zie ik nog meer blauwe. Je moet gewoon echt een cave system vinden en daar heb je gewoon bijna alle kristallen wel. Dus dat is echt super chill. Nou, dan gaan we verder met mijn bijl. We gaan steeds dieper en dieper. En ja hoor, kijk eens. Ik was aan het vertellen, we gaan steeds dieper en dieper hier de grond in. Maar we got some gold. En waarschijnlijk is het is genoeg. Yes, yes. Dank je wel. Diamonds? Are you kidding me? Oké, dit is een hele chille goede aflevering. Tweede aflevering, meteen diamonds. Hoe chill kan het zijn? Kijk hier. Kijk, al die kristallen, jongens. Doe normaal. Dan maak ik nog even snel een klein rondje door hier doorheen, zeg maar, door de grot. Om te kijken of er nog meer kristallen zijn. En anders ga ik terug naar huis. Zo, ik ben maar even lekker naar huis gegaan. En we gaan kijken of we genoeg kristallen hebben. En ik dacht het al. Volgens mij missen we die. Snert, we moeten alleen de witte kristallen nog. Jongens. Nou, ik kan tenminste de gold ores wel even in de oven doen. En ik heb ook nog zand nodig. Dus dat kan ik wel fixen. 3, 4, 5. En de laatste 6. Ik ga eventjes het glas in de oven gooien. Dat kristal zoeken was niet echt moeilijk. Want ik zit echt een heuvel daar. Hier aan de andere kant van die heuvel zit mijn base. Ik heb de kristallen dus al gevonden. Alleen moet ik even kijken hoe de hel kom ik daar zo hoog. Oh, dan hebben we ook nog meteen wat amber. Amber, wat doe jij hier in de berg, Amber? Kom maar hier met die lekkere sappige kristalletjes. Weet je, we gaan gewoon zo lekker omhoog bouwen. Hoppa, nice. Very nice. Even kijken of ja, het glas is klaar. Dan maken we hier glass panes van. En we doen even kijken, de ordo kristallen. Kijk, we hebben nu van alle kristallen hebben we genoeg. En wat we nu eventjes gaan doen is van de normale glass panes maken. Die doe je dan in het midden en dan doe je daar, kijk, zoals ik nu doe, doe je daar gold omheen. En zoals je ziet begint alles op te lichten. En het ligt alleen op als je er gebruik van maakt. En dan kan ik nu craften de thermometer. En dan ga ik jullie even laten zien wat de thermometer doet. En in feite waar dit voor dient is, eigenlijk kan je alles gaan scannen wat je ziet. Kijk, alles waar die sparkles omheen zitten, dat kun je nog scannen. En dit moet je even shift doen. Kist. Kijk, en dan krijg je allemaal researchpunten van die je later in de toekomst gaat nodig hebben. Dus in feite, alles moet je gaan scannen wat je tegenkomt. Alles, gewoon alles. Ook mobs, alles. Gewoon ieder ding in Minecraft moet je gewoon gaan scannen. Daar krijg je weer research points voor. In de volgende afleveringen kom ik hier nog wel vaker op terug, hoe en wat. Ik ga bij deze ook de video afsluiten, want we hebben weer genoeg dingen bijgeleerd. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer even op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Reageer ook even onder mijn video. Laat een leuke reactie achter, dat zou ik super top vinden. En als jij een leuk idee hebt voor mij wat ik kan doen in de serie, let me know. En wat ik ook wil vragen, ik wil binnenkort gaan streamen. Maar welke game zouden jullie leuk vinden als ik zou gaan streamen? Ik dacht League of Legends, dat is echt meer zo'n Twitch ding, maar dat kan ik gaan streamen op zich. Moet ik even gaan uitzoeken hoe en wat ik dan ga doen. GTA 5 kan ik misschien wel gaan doen. Moet ik even GTA 5 installeren. Maar ik kan ook gewoon Minecraft gaan doen. En dan kan ik Minecraft hierop doen. Maar ik wil, het liefste wil ik wel zoveel mogelijk samen met jullie doen. Dat jullie dat terug kunnen kijken. En als ik in de stream van alles ga doen. Ja, dan moet je weer uren aan stream gaan kijken. Wil je zien wat ik heb gedaan in de serie. En dat wil ik dus liever niet gaan doen. Maar laat het me weten in de comments. En dan zie ik jullie snel terug bij een nieuwe video. Dus tot snel.